Het Hof van Justitie onder leiding van waarnemend president Ivan Rasoel Baks heeft vandaag 5 advocaten toegelaten. Miguel van Tol, Kameni Shilpersat, Guno Kastelen, Erik Dennen en Richard Tjonaju. Met de toelating van deze 5 nieuwe leden komt het aantal advocaten bij de Surinaamse orde op 219 leden. Een groei van 67 leden in 5 jaren, zei Rasoel Baks. Zijn grootste missie is om de juridische achterstanden in Suriname weg te werken. Hoe ervaren of doorwinterd u ook mogen zijn. En ik weet van zeker 4 van u dat u bijzonder ervaren en doorwinterd bent. Zelfs internationale kennis en vaardigheden erbij hebt. Het recht en de regelgeving schrijden voort en zijn onderhevig aan nieuwe ontwikkelingen. Ik praat een beetje rustig omdat het moet bezinken. Hè? Ik praat al jarenlang bij beëdiging van advocaten, maar als ik de praktijk ervan bezie soms en de klachten die binnenkomen, dan vraag ik me af of het oor in oor uit was geweest wat ik allemaal zei en of het nodig is geweest. Het kan verkeren dat u zelf de ontwikkelingen richting helpt geven. Door juridische spitsvondigheden in rechten voor te leggen ter beoordeling aan de rechters. Rasoel Baks zei verder dat reeds 7 geïnstalleerde rechters de werkdruk in het rechtsproces helpen verminderen. 8 schrijfjuristen hebben tevens hun opleiding in maart dit jaar afgerond en worden ingezet bij civielrechterlijke zaken. Enkele kandidaten voor de RIO-opleiding tot civiele rechter ronden hun opleiding eind dit jaar af, waarna het proces van hun benoeming tot rechter zal worden ingezet. In januari 2020 zal de opleiding tot schrijfjurist in de strafsector van start gaan, waarna de overige opleidingen en trainingen uitgezet zullen worden uit het EU-fonds te bekostigen. Dit zal op termijn leiden tot uitbreiding van onze capaciteit en dus een structurelere oplossing bieden voor tijdige en snellere rechtspraak. Waarnemend president van het Hof van Justitie, Ivan Rasoel Baks, vandaag bij de toelating van 5 advocaten.